Marilou, je wint hier bij de MHSB de Sylvester Cross. Ja. Hoe was het? Ja, leuk. Ja, het was het tweede rondje heb ik eigenlijk helemaal op kop gelopen. Dus dat had ik echt nog nooit gedaan, zo snel al gaan. Maar het ging wel lekker. Dus ik kon gewoon een beetje mijn eigen tempo lopen. En het eind werd wel zwaar natuurlijk met dat zand, maar... Ja, want hoe vind je het parcours hier in Soest? Ja, wel echt heel leuk. Ik vind echt zand wel echt heel leuk. Ook in België heb je ook crosszand met zand. Dat vind ik wel het leukste. En ja, wel een heel zwaar parcours, maar toch wel leuk. Wat maakt het dan extra zwaar? Ja, gewoon dat losse zand. En het is ook leuk omdat je hebt gewoon een pad helemaal wat hard is. Dus daar kun je echt heel hard gaan. En het zand moet je dan weer even pikkelen. Maar... Ja. En wanneer wist je van, nou, dit wordt de overwinning weer? Nou, toen op een gegeven moment toen ik op kop liep, toen had ik al het idee dat de rest al wel wat moeier was, maar zeggen, als mij. Dus toen dacht ik wel, ja, ik denk dat het wel lukt. Maar de start was wel een beetje raar, want die man zei van, het lint, dat hangt er nog of zo. Hij zei, dat hangt er nog wel een tijdje. Dus wij dachten allemaal, oh, het duurt nog even. Dus ik had een deken omdat het heel koud was. En toen in één keer ging het startschot. Dus volgens mij heb ik echt mijn deken op iemand gegooid of zo. Een beetje lullig, maar... En toen ben je gelijk weggesprint, of hoe heb je dat gedaan? Toen dacht ik, ga maar gewoon. Maar ik zat wel in het begin van de wedstrijd, dacht ik echt van, dat was wel echt raar. Maar... En het is natuurlijk de laatste dag van het jaar. En als we even terugkijken, wat was voor jou het hoogtepunt? Ja, de zomer ging voor mij niet zo goed. Dus nu, ik ben wel heel blij dat crossen nu weer goed gaat. Dus ik denk gewoon een beetje, ja, deze crossen de afgelopen weken. En wat maakte dat het nu weer beter gaat? Ja, in de zomer was de EOF en... Daarvoor moest je limieten lopen en dat was een allemaal heel spannend en zo. En daardoor ja, liep ik eigenlijk niet goed. En ik had ook een beetje te hard getraind, omdat gewoon met die EOF ging ik altijd op de training heel hard. Omdat ik dan dacht van, het moet beter worden en ja, daardoor ging het dan niet. Alleen nu train ik gewoon al heel rustig en dat gaat veel beter. Dus volgend jaar, wat wil je gaan doen? In de zomer is EKB junioren, daar wil ik heel graag heen. Dus ja, dat eigenlijk. Eerst knal het nieuwe jaar uit vanavond, wat ga je doen? Ja, vanavond eigenlijk gewoon thuis en morgen ga ik met ook andere meisjes die hier net liepen en nog wat jongens gaan we een nieuwjaarsduik doen. Dus dat wordt wel leuk. Waar? Zandvoort. Het is echt in zee gewoon. Dat wordt even bikkelen, want zo warm is het niet. Nee, klopt. Nou ja, dit jaar is het nog wel warm, dus we dachten van als we het een keer doen, doen we het dit jaar. Heel veel plezier en heel veel succes en gefeliciteerd nogmaals.